is het aantal likes wat deze video moet halen. Mochten jullie graag morgen weer een nieuwe video willen, dus geef deze video sowieso een duimpje omhoog. Want dan kun jij morgen weer genieten van een nieuwe video. Laten we gaan met het filmpje. Tijdens de Kill Win actie geef ik elke dag een fantastische prijs weg. En vandaag is dat een... kortingscode. 50% korting op onze webshop cinemates.tv. Ga daar naartoe. Als je de kortingscode wint, kun je dus een order plaatsen. Een pennyboard of een pet of wat dan ook. En dan krijg je gewoon de helft. Hoef je gewoon niet te betalen. Ik bedoel, je buurman moet dan alles betalen. En dan mag jij niet de helft. Snap je? I would try out. En dan vraag jij natuurlijk af: hè, Kelvin, wat is dat nou voor webshop? Dat is cinemates.tv. Daarom valt alles te halen wat wij verkopen. En het enige wat jij hoeft te doen om kans te maken op die kortingscode is een reactie achter te laten op deze video. En een duimpje omhoog en te abonneren. Je hoeft alleen maar te abonneren op de Kelvlog. En een duimpje omhoog te geven, want anders komt er morgen een nieuwe video. Dus abonneer op de Kelvlog. Laat een reactie achter. Dan maak je kans op de prijs. En dan gaan we deze video starten. Ik ga vandaag weer iets super leuks doen. Ik heb hier onwijs veel zin in. I am very excited about this. Ik ga een telefoontag doen. En dat kennen jullie ongetwijfeld. Ik ga het niet eens uitleggen. Ik ga het gewoon doen. Jullie zullen het ongetwijfeld vanzelf zien. Maar ik ga het wel even uitleggen. Jullie hebben via Twitter hebben jullie allemaal woorden ingestuurd. Allemaal woorden, allemaal random woorden die ik moet zeggen. Deze woorden moet ik random zeggen aan een random persoon aan de telefoon. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Goedemorgen, ik spreek met Kelvin. Ik bel even met betrekking tot de marktplaatsadvertentie. Ja. Heeft u meerdere advertenties? Want ik zag iets staan van een frikandel volgens mij. Ja, nou, we wisten zijn er nu 2 verkocht. Oké. Ik heb er nog 4. Oké, maar gaat dit dan over de. Gaat dit over de broodrooster? Nee. Heb ik dan wel het goede nummer? Nee, dat niet. Maar u, want ik was zelf op zoek naar postzegels, naar die grote collectie. Is dat uw advertentie? Why? 2 woorden gewoon. Holy shit. Wat was dit akelig slecht. Fuck man, I gotta step up my game. Jullie hebben ook echt kutwoorden ingestuurd. For real. Hallo, ik spreek met Kelvin. Ik bel even met betrekking tot de marktplaatsadvertentie. Ja. Klopt het dat u meerdere advertenties heeft? Ja hoor. Ik zag een account met daarop advertenties voor een onder andere een pennenhouder en bloemetjesgordijn. Of is dat niet uw account? Nee. Waar, ik kwam iets tegen, maar ik ben hem even kwijt. Ja, ik zie hier de naam van het account adjunct directeur. Oh nee, wacht, dat is iets verkeerd. Gezichtshaarbehandeling? Nee. Punaises of kaasstengels of appelmoes? Ik zie het allemaal staan. Ja, dat kan wel, maar dat is niet mee. Oké, maar ik ben op zoek naar de cd's. Als het goed is, staan er 3 op. Welke cd's? Langspeelplaat. Oh ja, langspeelplaat. Ja, maar van, kunt u vertellen van welke dat nog maar waren, zeg maar? Want ik heb er net maar hier opgezet. Ja, ik heb er een paar 100. Oh jeetje. Heeft u ook van Armo Was Right toevallig? Van wie? Armo Was Right? Oh, ik denk het niet. Oké. Ik denk het niet, maar ik vind het niet. Ik heb geen idee. Nee, want ik heb hier een Willy Derbeien, hoe heet die man? Levensliedjes. Kent u die nog? Dat is een oom. Oh ja. Je hebt toch ook zo'n nummer over. Volgens mij hebben ze ook een nummer over dakpannen. Een nummer over dakpannen? Ja, of over een brandweerhelm volgens mij. Of... Eén ook over dikke BMW, of kent u die niet? Nee. Oh. Ik ken ze niet. Het is het, wat is het, het meest wel een gangbare spul, maar niet de Rolling Stones. En mijn partijen die komen bij mensen weg en ook van rommelmarkt. Ja, precies. Heeft u het allemaal verzameld? Goed christelijk zit erin, goed klassiek zit erin. Oh, een mooie verzameling klinkt het. Heeft u, ik vind dat altijd wel, van die langspraten vind ik altijd wel hipster. Weet u wat dat betekent? Ik versta u slecht. Oh, sorry. Ik had het, straks verstaat u me verkeerd. Straks lijkt het alsof ik dingen als baby-olifantjes zeg of zo. Of geroosterde knakworst, weet ik veel. Maar, ik was wel op zoek naar eigenlijk iets van de Rolling Stones, et cetera. Maar dat heeft u dus niet. Dat zit er niet tussen. Er zijn wat Nederlandse versies van Rolling Stones nummers namelijk. Die hebben allemaal een beetje opvallende titels. Ik weet niet of u die toevallig kent. Eén heet Roekoekoe, de ander heet Rolwaterzuiveringsinstallatie, Parkeergarage, Holocaust, Oxboard, Geodriehoek, Hottentotten tentoonstelling, Ruitersvloeien, vloeistof. Niks wat u bekend voorkomt? Nee. Oké. Maar waar komt u even aan, vraag? Sorry? Waar bent u weg? Ik woon in Amsterdam. Ik kom origineel uit Groningen. Komt u uit Drenthe? Ja, ik kom van Overijssel. Ik ben opgegroeid in Drenthe. Ik hoorde het al. Ik vond het fantastisch om even te horen. Dus ik kan plat worden. Ja, een beetje. Baby, ik is wel een beetje plat worden. Ja, een beetje plat worden. Oké, mag ik u echt 1 ding vragen misschien? Ik ben namelijk even bezig met een spelletje met iemand. Ik moet zoveel mogelijk woorden in een telefoongesprek zeggen. Zou ik misschien alle woorden nu even mogen zeggen? En dan heb ik gewonnen. Ja, oké, komt ie. Ja. Het zijn hele uiteenlopende woorden. Maar als u nog 20 seconden wil luisteren, dan zou u me daar heel erg blij mee maken. Nou, zeg maar. Oké, fantastisch. Komt ie. Watermeloenen,
flitsbandventiel op je broodrooster, BMW, anticonceptiepil, YouTube money, stijltang, hello it's me, Henkie, fruitschaal, scheikundedocent, losgeslagen Aziat, goud, corresponderen, pindakaas, vaccinatie, gatenkaas, nagel, koffie, scenario schrijver, pen, pindablaas, inleven en zo kunnen we nog heel lang doorgaan. Ik vond het een superleuk gesprek. Hopelijk vond u dat ook. Ja, ik heb er geen moeite mee. Oké, super. Dan wil ik nog een fijne dag wensen. Ja, ook zo hoor. Oké, dag. Adieu. Dit is zo goed. Dit was zo leuk gesprek. Kijk, normaal gesproken als mensen kut reageren, dan wil ik ook wel eens ook pakken met de meest random woorden. Maar deze man was zo aardig. Dit was zo... Deze guy was echt de realest man. Dit is echt de realest guy in the world. Kijk, dat heb je gewoon. Als je mensen uit het noorden hebt, die zijn gewoon lekker normaal. Die worden gewoon vrijdagochtend wakker en denken ze, ja, weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon lief doen tegen iemand aan de telefoon. Hallo, ik spreek met Kelvin. Ik bel even met betrekking tot de marktplaatsadvertentie. Ja, mijn man is boven achter de computer. Dus okay. Ik loop even met de telefoon naar boven, Kelvin, en dan kun je mijn man zo spreken. Oké. Okay. Of een beetje afgelopen. Ja hoor. Dit is zo'n lieve vrouw ook. Ik kan dit echt niet. Ik hoop dat die man echt een klootzak is. Ja, goedemorgen met thuis. Goedemorgen. Ik bel even over de marktplaatsadvertentie. Ja. Heeft u meerdere advertenties? Ja, ik heb behoorlijk wat advertenties staan. Op een gegeven moment heel wat LP's en wat andere dingen erop staan. Heeft u ook, wat ik zag, ik zie hier ook iets van een aardappelschilmesje of is dat niet van u? Nee, dat is niet van mijn aardappelschilmesje, dat niet. Ook niet koekjes, trommel. Ja, ik probeer eventjes de account weer terug te vinden, weet je. Ik zie al gekke advertenties van spa afspraken, retard, botox, zo, autobandventieldopjes, allerlei gekke dingen. Nee, dat is niet van alles. Was u de account met de zitzakken? Ja, of de deurknop. Ja, ik kom allemaal gekke dingen tegen. Nee, echt allemaal niet. Dus, ook geen hondenspeeltjes. Wat zoekt u eigenlijk? Ja, ik was net op uw account met de LP's, met onder andere Bing Crosby. Ja, dat klopt. Ja. Die staat er ook. Ja, dat... Bent u helikopterpiloot? Nee. Ja, ik weet niet, zo klonk het een beetje. Nee, dat echt niet. Heeft u wel eens over een, als we toch even, ik moet even laden, heeft u wel eens over een rode loper gelopen? Nee, ook niet. Ook niet tijdens een gemaskerd bal of zo? Ja, nee, hij is mijn pagina is even aan het laden, dus ik moest even. Ik moest er even aan denken. Eet u wel eens kippenvleugeltjes? Nee, ja, we hebben wel eens gegeten. En bent u baardloos? Ik ben wel baardloos, ja. En de vrouw die ik net sprak, heeft u daar een geslachtsgemeenschap mee? Ik weet niet waar dit allemaal voor vragen zijn, maar dat gaan we een beetje een streep worden zo te vragen. Daar ga ik niet verder op in. Oké, okay. Volgens mij is iets mis met mijn internet, volgens mij. Misschien moet ik even de netselpoetser bellen. De nestelpoetser. Nee. Eet u wel eens cheese dippers? Nee. Oké, okay, ja, ik word altijd wagenziek van cheese dippers. Maar wat zoekt u verder eigenlijk precies op internet? Want je op allerlei dingen ben je natuurlijk wel op zoek precies, maar wat zoekt u allemaal? Ja, ik was op zoek naar LP's, maar mijn internet is gewoon helemaal kapot. Ik heb gewoon bij je vernieuwen en dan word ik nog niet verder. Oké, heeft u toevallig ook nog kopieerpapier? Oké, okay, of een woordenboek. Of watermeloenen. Hey, succes de week. Ik vind het een goed challenge. Heeft u ook geen komkommer? Ik ben hoor dan. Of een aardappelstopcontact? Meneer, sorry, mag ik nog één ding vragen? Wow, dat was echt plaatsvervangende schaamte next level. Oh, fuck. Damn. Ik ben echt licht in mijn ogen. Tot zover de telefoontag samen met jullie, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het insturen van deze woorden. Als jullie dit nu leuk vonden, geef dan een duimpje omhoog op deze video. Want als deze video zoveel likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Zo simpel is dat. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal en laat een reactie achter hieronder. En dan maak jij kans op 50% korting op cinemates.tv. Dan kun je allemaal fantastische dingen kopen voor de helft van de prijs. Zo makkelijk is het, dames en heren. I lie of all of you. Let's go. Ik heb hem net gestopt. Ik heb hem net op het moment gestopt waarop het helemaal crazy werd. Ik krijg letterlijk kippenvel van deze shit. Oké, ik spoel even terug. We gaan dit samen doen, oké? Jij en ik, we gaan hier naar kijken.